Learning for Life is een initiatief van Diageo, werelds grootste producent van sterke drank, om jongeren een baan aan te leren en uiteindelijk aan een job te helpen in een sector die nauw aanleunt bij onze merken en onze consumenten. Nu, de job van bartender, daar is er meer en meer vraag naar. Niet alleen in de cocktailbars, maar ook in klassieke restaurants, hotels enzovoort. En er zijn niet echt opleidingsprogramma's voorhanden. Horecapersoneel op zich, en zeker barpersoneel, is een knelpuntberoep en is eigenlijk voor ons een knelpuntvacature. Learning for Life is voor alle duidelijkheid niet ontstaan ergens tijdens een brainstorm in een executive room, maar komt echt uit de buik van de organisatie, van onze mensen zelf, die na de crisis in 2008 in Latijns-Amerika iets wilde terugdoen voor hun familie en vrienden en collega's die moeite hadden om werk te vinden. Ik ben Amal. Ik ben Maite. Ik ben Manu. Ik ben 24 jaar en ik wil eigenlijk zo de best mogelijke bartender worden die ik zelf kan zijn. En ik zou graag een goede mixologist zijn. Dus ik heb mij ingeschreven over bartender, ja, en meteen ingevlogen natuurlijk. Het is natuurlijk al begonnen met veel theorie, omdat je eerst een theoretische basis moet hebben voor je die je in praktijk kunt brengen. Al je verschillende spirits kennen, hoe dat je het kan combineren, hoe dat je de lekkerste cocktails kunt maken. Er is nu niet geen enkele fles dat ik ga lezen dat ik niet weet van ah, deze betekent dat, dat betekent dat, dat betekent dat. Maar zeker de laatste dagen en de komende weken gaan we nog wel heel veel met praktijk bezig zijn ook. Je kunt mensen laten oefenen in de reële omgeving. Plus bovendien krijgen ze een heel mooi zicht op wat hun job uiteindelijk zal zijn, omdat ze in de omgeving werken waar ze later te werk gesteld zullen worden. Wij hebben geleerd hoe dat je moet gedragen tegenover de gasten toe. Ze hebben zelfs geleerd hoe dat je de kostprijs moet berekenen van één cocktail, van 10 cocktails en hoe dat dan in je bar gaat uitdraaien, hoeveel winst dat je erop kan maken. Dus eigenlijk op 8 weken tijd heb je een opleiding van 6 jaar gehad. In mijn tijd bestond dat eigenlijk nog allemaal niet. En als ik zie hoe ver dat zij staat, nu dat zij begint, is eigenlijk echt, heeft ze echt heel veel mee. Ik denk dat ze nu nog een beetje mist is haar werkervaring, maar dat komt met de jaren. We krijgen echt les van top mannen, achter de bar, echt topnamen eigenlijk. Van België, van Europa, zelfs sommigen gaan zelfs, die komen op de tv, die zijn echt wel ver geraakt in dat wereldje. We hebben in een van de top bars les gekregen. Ik vind het fantastisch om te zien hoe dat jongeren eigenlijk hier een nieuwe kans krijgen om misschien de job van hun leven te vinden. Ik heb deze kans met twee handen aangepakt. Ik ben echt, ontzettend blij dat ik deze kans heb gekregen, omdat ik echt denk dat dit een nieuwe wending in mijn leven gaat zijn. Ik zou iedereen deze opleiding aanraden, zeker bartender, omdat het is jaren en jaren dat je misschien achter een bar staat en niet eens de helft weet van wat wij hebben geleerd. Ik heb mensen leren kennen. Dat mensen die misschien al 3 jaar achter een bar staan hopen om te leren kennen, winsten dromen om te leren kennen, die dat wij gewoon zo van onze schoot hebben gehoord gekregen. Dus ik raad absoluut, absoluut iedereen aan. Moet mijn mannetje nog meer staan, omdat ik thuis met iemand al in de scene zit van bartending. Dus moet ik me extra bewijzen en dat doe ik ook. Het is zo'n klein vuur in haar. Dat is eigenlijk heel leuk om te zien dat je echt iemand krijgt die er zin in heeft en die daarmee vol goesting aan begint. Dus er zijn heel veel mensen die een beetje kansarmer zijn, die met deze opleiding kansen krijgen dat ze hun leven nooit niet gaan krijgen. En dat vind ik toch een heel mooi initiatief van Diageo, van Horeca Vorming Vlaanderen en van VDAB. Ik denk dat het heel veel moed en doorzettingsvermogen vraagt voor mensen in hun situatie om recht te staan, dit traject in te stappen. Dus voor mij zijn het allemaal helden.